Goedenavond, ik ga laten zien hoe je een simkaart kan knippen naar een formaat van een microsim. De oude telefoons die hadden een groot formaat simkaart, telefoonkaart, en de nieuwe telefoons, of de nieuwere telefoons, die hebben een microsimkaart. En dat betekent dat die kleiner is. Een gewone simkaart, die kun je dus op maat knippen. Nou, je hebt ook nog een nano simkaart, die is nog kleiner, maar in dit geval heb ik een Samsung S4 gekocht en die gebruikt een micro simkaart. Nou, ik heb hier twee simkaarten, een Lebara simkaart en daar kun je zien dat hier een kleine chip op zit. En deze ga ik ook op maat knippen. Die heeft ook speciale inkepingjes om hem op maat te knippen. Dus dat maakt het iets makkelijker. En dit is een oude HiPrepay kaart en dan kun je zien dat de chip groter is. En dan moet je ze in de gaten houden voor de maten. Maar deze ga ik niet knippen, dus die doe ik gewoon opzij. Nou, wat we nodig hebben is ik heb een geodriehoek, een mes met karteltjes, zodat ik eigenlijk als het ware kan zagen. Verder hebben we nog een vijltje nodig, een nagelvijl in dit geval, maar je kunt ook een gewone vijl als het maar heel fijn is. Om naar de rand alle dingetjes eraf te vijlen, zodat hij mooi glad wordt. En ik heb ook nog een schaar om eventueel te knippen. Nou, dit is de kaart en hier zien we de inkepingjes. Daar en daar. Nou, hier zitten twee kleine inkepingjes. En om hem op maat te maken, moet je de onderste gebruiken. Dus wat ik nu ga doen is met de geodriehoek hier opleggen. Zo. Zo ver mogelijk. Ja. Kijk, die lengte moet 1,5 centimeter worden vanaf hier. Dus, maar onder de chip moet nog 1 centimeter of 2 centimeter overblijven. Dus van de onderkant zou 1 centimeter af moeten. Maar dat doe ik niet. Ik laat de onderkant erop zitten. Dat is op zich geen probleem. Maar ik doe hem eerst zo. Kijken of ik hem goed recht kan krijgen. Zo, ja. En dan heb ik het linkse inkepingje. Kijk, hier zitten twee inkepingjes. En dan moet ik dus het meest linkse hebben. En ik zal hem iets verder doen voor de zekerheid. Kunnen altijd nog afveilen. Nou, dan is het eigenlijk gewoon zagen. Oh, dat was niet zo best. Nog een keer opnieuw. Ja, nou kijk, ik zie hier al die lijn. Het handigste is dat om dat eventjes gewoon zo ver mogelijk door te zagen eigenlijk. Dat is eigenlijk het idee. En hoe verder die gesneden is, hoe makkelijker dat het straks te knippen valt. Nee, dit is gewoon zagen. Nou, dan heb ik hem al aardig diep. Zo diep dat ik hem eigenlijk al zou kunnen afbreken. Maar dat doe ik nou ook niet hoor. Zo, dus de eerste snede heb ik gemaakt. En dan moet ik dus nog een snede maken. En dat is deze lijn. Nou, dat gaan we dus ook doen. Leggen we hem zo. En dan zal ik hem goed vast doen. Dat hij niet wegschuift. En dan is dat weer een zagen. Even die stof weg. En zo.
Dus dat is de volgende. Nou, dan moeten we hier ook nog een strookje vanaf halen. Ook precies bij dat inkeempje. Daarboven. Nou, dan draai ik even de chip om. Iets makkelijker. Kijk, en dan leg ik die geodriehoek, die leg ik op de chip. Zodat die niet beschadigt. En nou is het natuurlijk zaak dat ik dus niet die chip eronder laat schuiven. Het is een beetje glad eigenlijk. Ja, en dan gaan we dit ook afzagen. Even kijken. Ja. Kijk, en dan oppassen in de chip zagen. Dat zou natuurlijk funest zijn voor de chip. Zo. Ja, nou, zijn we al heel eind. Kijk, en hoe verder wij doorzagen, hoe makkelijker het drek wordt om hem op na te knippen. Want dan moet je nogal een vrij scherpe schaver hebben. Zo, als je nou hier kijkt, kijk, dan heb ik hem hier al extra goed doorgedaan. Kijk, nou, dit zit al bijna doorheen. Ja, ik kan hem eigenlijk misschien gewoon beter doorzagen. Ik zal aan deze kant ook verder doen. Keer. Zo gaat het vanzelf. Dus dit is het stukje is er al af. Even de chip schoonhalen. Dat zit allemaal met plastic. Velsel, zaaksel. Ik zal het even schoonvegen. Dan blijft alles schoon. Zo. Ja. En dan gaan we dit ook maar zo doorzagen. Even goed onthouden wat de linker en de rechterkant is, want hier moet nog een schuin stukje vanaf. Dat is het allerlaatste. Maar dan draai ik hem nog even om en voor de zekerheid kun je deze geodriehoek nog opleggen. Ik weet niet of dat. Nou, doe ik eventjes zo. Goed met mijn vinger erop en dan zagen. Passen dat de vinger niet meegezaagd wordt. Ja. Nou, dat was één. Dus dit is de linkerkant. Ja. Kijk, en dan moet hier dus een schuin stukje vanaf. En dan moet eigenlijk, als je de afstand meet, dan zou het 2 centimeter of 2 millimeter moeten zijn. Dus dat is echt een heel klein hoekje. Ja. Even weer recht. En zo. En dan leggen we deze zo. Dan gaan we ook weer zagen. Ja, die is ook af. Kijk, en nou zijn de maten goed. En wat we nu kunnen doen is nog hier een stukje van afveilen. Even mooi glad maken. Een beetje zo. Dat hij mooi. Mooi glad wordt. Even een hoekje een beetje rond maken. Dat het niet al te scherp is voor de telefoon. Ja, leuk.
Kijk, en nou hebben we hem eigenlijk al af. Nou, een beetje de stof wegdoen. Dan kan hem in de prullenbak. Nou, de schaar had ik dus eigenlijk nog ineens nodig. Zo. Nou, dan hebben we hier de stof nodig. Dus de samfoon is 4. En ja, kun je hem zo openmaken met je nagel ertussen en dan het open de klikker. En om hem erin te zetten, moet je altijd eerst de batterij eruit halen, anders krijg je natuurlijk er niet onder. En wat we nu gaan doen, is kijken of dit, of die kaart erin past. En of die ook niet te lang is. Want eigenlijk, dat hebben we dus eigenlijk, ik zal het nog even herhalen. Eigenlijk moet hieronder dus ook nog een millimeter vanaf. Maar op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar ga ik dus eerst even proberen. Zo in. Ja, de kaart gaat erin. Kijk, en dan zie je dus dat hier dus nu eigenlijk het achterste stukje eigenlijk toch te groot is. Hè? Dus dan moeten we dan toch even eraf halen. Oh, wacht even. Ja, dan moeten we dan door dat doen. Ja, ik zie dus dat zou misschien net kunnen. Ik zal deze erin zetten. Ja, nou ja, het kan zo blijven zitten. Ja, dus dan zit hij eigenlijk nog beter vast. Kijken of het werkt. Dan zet ik hem aan. Zo. Simkaart heeft gevonden. Ja, nou heeft hem dus gevonden. Wat was jouw pincode, die schat? 4-0. Nou, dat ben ik erbij. 1, 2, 3, 4. Ja. Oh, dan moet ik ook een klikken. Nou, en dan heeft hij hem gevonden. Als ik nou kijk naar de contacten, en trouwens wat we nu doen, maar het werkt, geen fout melden. Ja, dat zal je allemaal wel doen. Nou, dat was de instructie. Nou, kunnen we het micro SD kaartje, dat zal ik maar meteen overzetten. De oude telefoon. Dan maak ik even open. En zo. Oh, dat doe ik nog eens. Even kijken, waar zit die? Deze. Nou, hier zit die. Dan halen we het micro SD kaartje eruit. En die kan dan hier in deze kant. Zo. Nou, dat was de instructievideo. En ik hoop dat het jullie geholpen heeft. Een prettige avond nog.